Hartelijk welkom in de huiskamer van Surplis. Nou, we merken dat de mensen hier heel blij worden. Dat het heel fijn is dat het hier is. Het is laagdrempelig. Mensen kunnen binnenkomen voor een kopje koffie, de krant lezen. Mensen kunnen gebruik maken van een warme maaltijd. Er worden activiteiten georganiseerd. Dus volop roering. Dus er gebeurt een heleboel hier. Wat ook erg prettig is voor de mensen, is dat de lijntjes kort zijn met de zorg en ook met de wijkzuster. We werken met heel veel vrijwilligers die het mede mogelijk maken om er een succes van te maken en te zorgen voor de mensen. Dus het komt van twee kanten. Dat is helemaal geweldig. We zijn van plan om de huiskamer aan te gaan pakken, zodat het huiselijker gaat worden. Het is nu nog een aantal grote tafels en wat recht toe recht aan stoelen. En dat moet straks toch wat meer als een huis gaan voelen. Dat er wat meer hanglampen zijn en schemerlampen en hier en daar een zitje. Dat mensen echt het idee hebben dat het een huiskamer is. En niet alleen maar zo heet. We hebben contact ook gehad met een stagiaire die heeft hier een tijdje gelopen. Die heeft een heel mooi afstudeerproject gemaakt daarover. En daar zijn ook hele leuke ideeën uitgekomen die wij ook gaan gebruiken. Sowieso een andere kleur op de muren, andere gordijnen en dat soort dingen. Ja, dat doet al heel veel. Dat geeft al veel meer sfeer. Dus dat gaan we ermee doen. De gemeentes hebben zeker een rol. En de afspraak is ook dat we met twee medewerkers elke dag op de werkvloer aanwezig zijn. Verder mogen we alles zelf invullen. En dan kijken we hoe de dag loopt. En dat doen we samen met al onze vrijwilligers.